Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we nog veel wolken boven de oostelijke helft van het land, maar in de loop van de middag trokken die weg en samen met de buitjes. Vanuit het westen kwamen er brede opklaringen, ook weer een paar nieuwe wolken, en die trekken vanavond over het land. Het blijft overal droog, het koelt af tot een graad of 5. In de loop van de nacht daalt de temperatuur in het noordoosten tot 1 graad, terwijl in het westen en zuidwesten de bewolking toe gaat nemen. Daar kan wat lichte regen of motregen vallen, maar het zal niet veel zijn. Morgen overdag kan er vooral in het noorden nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. De zon schijnt geregeld en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 6 tot 8 graden. Zaterdag wordt het veel slechter weer. Aan zee gaat het hard, misschien stormachtig, waaien en vooral in het westen en noordwesten gaat het langdurig regenen. In het oosten komt de regen vooral later op de dag. Zondag valt er een enkele bui, breekt ook af en toe de zon door. Maandag is het grotendeels droog. Temperaturen blijven zacht. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.